wij lazen in uw boek dat hij tot rust komt in uw groene kamer. Ja. Maar het lastig vindt om planten te houden, dus ik heb de organisatie gebeld of wij een plant mochten aanbieden. Oh, wat lief. Mijn naam is Karen van der Eijk, ik ben groene plantenkweker in Woudbrugge. We hebben een potplantenbedrijf met groene kamerplanten. Wat wij hopen is dat de groen, zoals u omschrijft in het boek, niet een trend is, maar dat het een lifestyle wordt. Ik vond het sowieso heel leuk dat Ajit er was. Ajit die geeft in zijn boek aan dat groen komt steeds meer terug. Mensen komen daar tot rust. Wij zien dat ook zo. We hebben groene planten die zuiveren ook de lucht. En hij geeft dat aan dat dat ook wel steeds belangrijker wordt. Jullie moeten ook gaan bedenken met wie kunnen we samenwerken. Ook mensen uit hele andere branches en dan komt het wel. Ik vind het sowieso altijd leuk om naar het symposium te gaan van agro-energie. Omdat je altijd weer nieuwe ideeën hoort. Ik denk dat je met elkaar moet waken voor deze wereld ook. En dat het niet allemaal afval is wat je wegdoet, maar dat je ook dingen kunt gebruiken. We hebben ook een WKK. Die maakt natuurlijk stroom en die warmte gebruiken wij in de kas. Dankjewel. Zometeen ga ik naar huis met een gevoel van veel inspiratie sowieso en energie vooral ook. Omdat we toch ook leuke dingen gehoord hebben en leuke gesprekken hebben kunnen voeren.